bibliotheek openen. Hey, jongens en meisjes, nou zoals de juf al zei, ben ik juf Irene en ik word jullie nieuwe biepje. Wat heb ik er zin in? Oh, want weet je wat ik nou het allerliefste doe? Dat is lezen natuurlijk, dat snap je. En hoe leuk is het dan als ik jullie van alles mag vertellen en leren over lezen en wat je allemaal met boeken kunt. Ja, hè? Dat zijn de 5 biepbaasjes die nu het eerste hoofdjaar in de slag mogen. En dan hebben we de andere 4 nog en die gaan dan verder op in het jaar. Weet jij hoe lang zij hier al juf is op school? 40 jaar, dat is toch knap? Hoeveel kinderen zou zij dan al in haar leven hier op school hebben lesgegeven, denken jullie? Nou, ja, echt heel veel, hè? Is bijna niet uit te rekenen. Dat ik mijn lievelingsboek nog wist. En gelukkig mocht ik er eventjes over nadenken. En ik had eigenlijk wel een hele lijst. Want juf Irene die houdt heel erg veel van lezen. Ik hou er ook heel erg veel van. Ik heb zoveel boeken gelezen. Nou ja, die zijn niet te tellen. Ik hou er ook heel erg wereld. En alleen op de wereld, dat is ook al een heel oud boek. En het is al heel lang geleden geschreven. Maar je kan het nu ook nog lezen, want ik weet zeker dat jullie dit nu ook nog een heel mooi boek vinden. Zeker! Omdat u zo belangrijk bent voor deze school in al die jaren al.